Hallo serpentjes, ik ben Rico Serpent Gameplay en welkom bij Uncharted 4, het einde van een boefje. Beter bekend als Uncharted 4, A Thief's End. Ik denk dat er niet meerdere Uncharted 4's zijn, dus het tweede deel van de titel is niet heel nodig, maar dat maakt niet uit. Ik heb hem eindelijk binnen. Ik heb geslapen op de deurmat en werd wakker omdat er zo... Uncharted 4! Nou moet ik wel eerlijk zijn, ik slaap sowieso al op de deurmat. Denk je waarom? Nou stel er is een brand. Deze jongen is als eerste buiten. Stel ik verslaap hem voor school. Bam, bam, bam! Ik sta op en ik ben buiten mijn huis. Het is fucking chill! Waarom slapen we niet allemaal in de gang? Of is dat niet gangbaar? Oh. Ik heb al 2 minuten van de game gespeeld, want ik moest eventjes checken dat het geluid niet super kut zou zijn. Want jullie denken alleen maar, oh, Rick is die grapjesman, hij zet de game aan en bam. Nee, ik ben ook mijn eigen audiotechnicus, mijn eigen beeldtechnicus, mijn eigen... Oh, de controle moet niet leeg zijn, dus ik stop er een kabeltje in, technicus. Je moet redelijk veel shit fixen. Wil je ervoor zorgen dat shit niet fout gaat? Zeg maar, à la YouTube gaat fout. Ik ga automatisch richten uitzetten, want ik heb net een heel klein stukje gespeeld. Toen moest ik zo op een paar mensen schieten. Toen dacht ik, ja, je hebt dus een soort automatisch richten nu. En het is, ja, hoe zeg je dat? Redelijk automatisch. Dus het is net dat ik gewoon richt. Oh, bam, oh, bam. Het is gewoon alsof ik aan het hacken ben. En ik, ja, ik ben best wel een hacker, maar ik vind het toch wel leuk om mijn eigen mensen dood te schieten. Dat is gewoon een van die gekke hobby's die ik heb. Volgens mij is het de laatste game in de Uncharted series. Deels omdat die A Thief's End heet. Heel veel mensen speculeren. Ja, het is nu al duidelijk. Er zijn al mensen die me hebben uitgespeeld. Dat Nathan Drake doodgaat. Of Sully of iemand. Het idee is voor mij wel dat Nathan Drake zijn laatste avontuur is. Zeg maar, Sully, de oude opa vriend van Nathan Drake, zegt al iedere game: ik word te oud voor dit gezeik. En in deze game wordt ook Nathan Drake te oud voor het gezeik. Denk ik. Ik ben een man van fortuin. Daarom zoek ik naar mijn fortuin. Pim Fortuyn. Dat zou een betere quote zijn. Henry Avery, 1694. Ja, ik heb er al een tijdje met op de middelbare gezeten. Hij is een paar keer blijven zitten, of niet dan Henry? Henry Avery. De enige goede Avery is Stephen Avery. Woo! Making a Murderer, een referentie, achter iets. Dus, wat is Nathan Drake nou weer aan het doen? Vroom, vroom. Je ziet wel echt een beetje op zijn hele gezicht straalt gewoon oudheid uit. Je ziet wel echt, dit is Nathan Drake op zijn oudste, zeg maar. Nou ja, nu is hij weer 1 seconde ouder en nu weer 1 seconde ouder. Maar je snapt wat ik bedoel, hij is al redelijk ouder aan het worden. Die gast op de achtergrond is Nathan Drake's boyfriend. Niet zeg maar homoseksueel, maar zeg maar dat is een beetje de storyline van de game. Vroeger waren zij BFS. En ja, toen deden ze heel veel avonturen samen. En om een of andere reden was hij de afgelopen 3 games gewoon helemaal weg. We zitten momenteel in een boot. En ja, ik heb een liedje verzonnen. Wil je het horen? Ik heb een speedboot. Het is een boot vol speed. En geloof je me niet? Nou, dan krijg je het niet. We gaan naar Mozambique. En daar verkopen we het aan piraten. Yeah, yeah. Maar de piraten, die willen het niet. Ze willen alleen maar de beste wiet. Nou, gelukkig heb ik dat ook bij. Dus maak ik de piraten blij. Ik was even bang voor een taser. Ik zag een piraat met een grote laser. Ik sloeg ze dood en sloeg ze aan de haak. Want ik ben Nathan Drake. Ik heb een speedboat gevuld met speed. Geloof je het niet? Nou, dan krijg je het niet. Het maakt niet uit, joh. Ja, het is freestyle. Misschien had je het al gemerkt. Het is niet heel erg goed ingestudeerd. Wat ik momenteel hoef te doen is alleen maar een boot te sturen. Dus dat is wel heel fijn. Ik ga een klein beetje uitleggen hoe de eerste aflevering van deze serie zou gaan. Omdat alle Uncharted games doen dit. Ze beginnen met hevige actie. Waarvan je denkt, hoe zijn we hier ooit terecht gekomen? Dan komt er wat backstory. Misschien een flashback of gewoon wat algemene. Hoe kwamen we op dit avontuur? En dan gewoon, ja, het is niet heel veel actie zeg maar. Gewoon een beetje verhaal en een beetje leren hoe je op shit klimt. Oh shit, is dit de bedoeling? Oh, dit is even de inval van intro van Skyfall, of niet dan? Skyfall, dat begint ook zo, dat James Bond valt in het water en dan gaat Adele zingen. Yay! It's raining man! Dat is niet van Adele. I set fire to the rain. What you do? Ik ben Adele en ik heb een stem. Op D66, I set fire to je huis. Watch it burn en ik trap in je kruis. Geef me dekking. Ik zal jou eens even dekking geven in je bips.
Oké, ik heb dus nu het automatisch vuur uitgezet. Het maakt het wel een stuk moeilijker, maar ook een stuk avontuurlijker. Zou ik ook even bukken? Ja, zo, een idee, Rick. Oh, in zijn gezicht. Zijn smerige piratengezicht. Wat zijn het überhaupt voor mensen? Ik vind het altijd mooi hoe in de Uncharted games, zeg maar Nathan Drake, letterlijk in één Uncharted serie zoals deze, maak je zo'n beetje 1000 mensen dood. Letterlijk. Ik vind het mooi hoe Nathan Drake daar geen neuk om geeft. Dat er zeg maar geen politie is die denkt, hey, er zijn 1000 mensen dood. Ik snap het, zij zijn... In principe is, ja, Nathan Drake is ook gewoon een schatjager. En de bad guys zijn ook gewoon een schatjager. Nathan Drake is niet per se de held van het verhaal. Het zijn altijd van allebei gasten die graag een schat willen vinden. Vind ik wel interessant. Ik had laatst een hele discussie, een beetje met mezelf en een beetje met mijn BFF Jur, over diamanten. Want het is heel raar, het is dus een heel crimineel circuit in diamanten. Gasten die diamanten stelen en zo. En gewoon van die badass criminelen die diamanten hebben en moorden plegen om diamanten. Maar dan denk ik, je hebt de diamant. En dan? Zeg maar, kun je die doorverkopen aan een of andere rijke gast die van diamanten houdt? Is dat een ding? Hey, hoe werkt dat? Zeg maar, jij hebt de diamant. Een hele mooie diamant. 2 miljoen euro waard. Je kan niet even zomaar naar het museum toe en zeggen, yo, ik heb diamant, 2 miljoen euro. Ik weet niet hoeveel, hoe bereik je een contactpersoon voor je diamant? Of vind je het gewoon leuk om te hebben? Jur dacht dat het misschien een soort currency was, zeg maar, een betaalmiddel in de gangsterwereld. Dat een diamant is gewoon zoveel euro's, gewoon een vaste waarde. Maar zoveel diamanten zijn er niet. En iedere diamant heeft weer een hele andere prijs, afhankelijk van hoe mooi die is afgewerkt. Moraal van het verhaal, ga gewoon niet de diamantenhandel in. Wow! Yo! Dat is niet zo handig. Nathan! Ze van YouTube. Is it? Nathan. Nathan. Wie is Non? Non! Dat is Frans. Hoe noem je een Franse vrouw die in een klooster werkt? Non! Wat moeten we toch met jou aan? Wat moeten we toch met jou aan? Ja, dus weet ik veel. Ik moet zijn van steeds weer dezelfde preek. Dat ben ik ook. Oké. Ja, want voor mij zit hij in een. De anderen lekker vrij hebben. Kan me niet zo. Als je geen ouders hebt. Die shit. Weet het ook weer. Man, ik haat het echt dat ik niet op een woord kan komen. Waarom ben ik de enige die stof? Een weeshuis, daar zit hij in, volgens mij. En daar zijn altijd nonnen om een of andere reden. Als je geen ouders hebt, dan krijg je irritante nonnen die achter je aan zitten. Een of andere ruzie over een boek. Vraag me echt af, wat er gebeurt als je die non zo met een boek zo paat, zo op de reet slaat? Wat gebeurt er dan? Wat is dan het gevolg? Weet niet. Alleen om het boek. Heb je ooit een non op de reet geslagen? Doe dan een duimpje omhoog. Wat nog meer dan? Wat nog meer dan? Niks. Niks. Vertel het. Dat is niet zoveel. Het is echt weer zo'n typisch vrouwending. Oh, ik zit ergens mee. Oh, wat dan? Oh, niks. Oké, is goed. Moet je doen. Maakt niet uit wat ik zeg. Ik vind de vrouwen niet leuk als je dat zegt, maar vrouwen doen dat gewoon. Ik heb vrouwen ervaren en dat doen zij. Ik kan gewoon heel goed zien wat er allemaal gebeurt. Ze zei iets over, ja, je gaat het verkeerde pad op. Zo van, nee, misschien is mijn pad wel het goede pad. En is jouw pad het verkeerde pad. Ik ben een padvinder. Ik weet wat ik doe. Wat gebeurt er? Oh, worden geflashed. Oké, nice. Sam. Het is Sam. Geen idee wie Sam is, maar... Pajama Sam. Zullen we lekker die kant op gaan? Zoals ik al zei, dit is je flashback en we gaan nu waarschijnlijk leren hoe je over daken klimt. Want ja, we klimmen momenteel wel op dak op. Kom van dat dak af, Zwarte Piet. Doe niet zo vreselijk gevaarlijk, want nekbreuken zijn een ding. Wow. Als Sinterklaas nou iets realistischer was, werd ook ieder jaar gewoon één Zwarte Piet gerapporteerd die gewoon zijn nek heeft gebroken. Zo'n hele dikke Piet, die gewoon ja, zijn eigen gewicht niet kan optillen. Oh ja, ja, dikke Piet heeft zijn nek gebroken en iedereen, ja, dat is wel realistisch, ja. Amerigo is weer van het dak afgeflikkerd, want ja, paarden en over daken lopen is nooit een ding geweest. Voor mij is er nergens in de wereld een paard dat over daken kan lopen. Ik hoop van wel, geloof me, ik hoop van wel, maar voor mij is het geen ding. Ik ken in ieder geval persoonlijk, in mijn persoonlijke leven, geen paarden die over daken kunnen lopen. Er zijn paarden die al normaal over het fietspad gaan, dat vinden ze al moeilijk. We gaan even lekker over mijn rollen dan. El Priestero. Wat wilt u dan dat ik doe? Ik weet, u weet hoe ik erover denk. Ik wil hem nog een kans geven. Wil die non ons nou gewoon bannen uit het verpleeghuis? That is some salty bitchy ass shit, salty bitch ass. Ik zal morgen met hem praten. Oké. Nee. Welterusten, eerwaarde. Is het trouwens een klein beetje kutte dat sommige van deze stemmetjes, zoals nu, hoor je best wel zachtjes. En op het moment dat ik op het water zit en overal zijn gunshots, hoor je het weer heel hard. Dus ik ben een klein beetje aan het kutten dat het allemaal een beetje
gelijk wordt. Gelukkig heb ik ondertiteling. Ik speel de game dus in het Nederlands, want de game is gewoon heel verschrikkelijk slecht in het Nederlands. Zeg maar, de stemmen zijn... er zitten ook heel veel woordgrapjes in, dat vind ik vooral heel leuk. Er zitten heel veel woordgrapjes in Uncharted. Van die hele flauwe Nederlandse woordgrapjes. Zoals op een gegeven moment was er dan iets met een fake-ass ring. En dan zei Sully van, ja, hij is nog nepper dan de titel van mijn ex. Dat vond ik nog grappig. Dat soort grapjes vind ik leuk, persoonlijk. Even kijken hoor, die vrouw moet even eens wegkijken. Gaat ze nou een sigaret roken bij het raam? Dat vind ik wel mooi hoor. Zo'n non die dan altijd... Hey, ik ben de ultieme chick fixer. Dat ze dan wel een sigaretje rookt uit het raam, weet je wel. Niet gewoon de wijze levensles hier is... Niemand is perfect. Behalve Rick Broers van Serpent Gameplay. Hij zit op een zweterige kamer. Shit te doen. Wat gebeurt er als hij je ziet? Moet je dan gewoon het hele level opnieuw doen of zo? Ik heb geen idee. Zullen we er in elkaar slaan? Ja, sowieso. Oh, verdorie. Gaan we een sigaretje weggooien. Zo. Oké, dan klimmen we hier uit het raam, I guess. Er staat wel een raam open. Later, chick. Geniet van je nicotine buzz. Geniet van het gevoel van nicotine. Leen het aan een chick, genaamd Tine. Of rook je sigaret in de kantine. Tine, Tine, Tine. Ze begon met roken op haar tiende. Ze smeert haar asbak op haar tieten. Zo is ze, die Tine, dat doet ze eraan. kijk haar, gaan, gaan, gaan. Ze is een chick. Ze is een non. Ze is ook Frans en haar vriend heet John. Ik kan, zingen. Zingen is wat ik kan. En houden van een man. Net als ieder ander. Is mijn... doopnaam Sander. Oké. Klimmen in de regenpijp, want ik hou van regenpijpen. Regenpijpen is grappig. Is dat Sam of is dat een bewaker? Is het een bewaker? Huh? Oh, ligt alleen maar een zaklamp hier nu opeens. Oké, is goed. Ja, dan neem ik hem mee. Gratis avontuur, zeggen ze dan. Oeh, je weet toch dat je altijd moet opletten? Oké. Het is goed je weer te zien, broertje. Is dat zeg maar die gast die we net ook zagen op de boot? Waarschijnlijk wel. Dat is de enige logische verklaring. Kom op, alweer. Of het is de nieuwe bad guy, of het is gewoon de nieuwe beste vriend. Maar hij heeft me niet in mijn nek gestoken, dus dat is wel een dikke hint. Dus? Hij zei dat pap ons hier dumpt omdat we niks waard zijn en dat mam in de hel is omdat... Nathan, kom op. Dat zeggen ze gewoon om jou te... Nou, we zijn dus niet per se wees, want onze vader leeft nog. Hij is gewoon kut. Wat zou jij doen dan? Wat zou je doen? Als er nooit meer een morgen zou zijn. Ali B. Oké dan. Lekker jassie. Wat kom je hier eigenlijk doen trouwens? Als de nonnen je zien, bellen ze de politie. Nou, ik heb iets voor je. En dat kan niet wachten tot kerst. Oké, cool. Wat? Cadeautjes. Wat is daar buiten? De dode kerstman. Dit is een uitzondering. Het is echt cute hoe ik zijn vest mag lenen. Ik voel me net zijn vriendin, weet je. Oh, heb je het koud, vriendin lief? Hier is mijn vest. Ik kom hier niet op, of wel? Krijg ik een handje? Ik krijg een handje. Dit is broederliefde, dames en heren. High five! Oké, dan nice. Voor mijn gevoel ga ik wel redelijk snel door dit stuk van de game heen. Omdat ik redelijk al veel Uncharted heb gespeeld. Dus dan weet je vanzelf, deze sprong haal ik. Hier moet ik op klimmen. Dit is gewoon een soort... Ja, het is ook niet heel ingewikkeld hoor. Maar soms zie je het niet. En is het oh, is het een heel klein baksteentje dat uitsteekt. Oh nee, dan kan je erop klimmen. Nu hoef ik alleen maar deze gast te volgen. Dat kan ik nog wel. Hij kan wel een stuk verder springen dan ik. Dat is wel nice. Hij is de enige die deugt hier. Oh, we gingen door elkaar heen. Dat was eventjes intiem. Maar dat maakt niet uit. Ik ben het wel gewend. Hé, als die kant op breek. Echt, in principe zeg maar als je de hele dag zo aan het springen bent. Dat gaat een keer fout. En dan breek je shit. Ik noem het gewoon even op, weet je wel. Ik ga niet zeggen van ja, spring niet van daken af. Maar dit is hoe mensen doodgaan. Ik noem het gewoon even op. Is het glas? Ja, breek ik er doorheen. I want to break free. I want to break glas. I want to break botten en mensen hun ziel en ik doe het sinds pas. Je had hem niet vastgezet. Nou, ik wil vrijbreken. Wel. Ike. Nou ja, ik dacht van wel. Maakt ook niet uit. We gaan gewoon bovenlangs. Bovenlangs? Oh cool, hij heeft zo'n grijphaak ding bij zich. Wij zijn echt getrainde boeven voor een stel. Wat zijn we hier? 14 of zo? Misschien iets ouder? Misschien 8? Ik heb geen idee. Oké, is goed. Ja, ik kan dit. Ik vind het wel vet hoor. Lekker klimmen door de buurt. Hartstikke gezellig. Ik denk niet dat ik dit zou kunnen. Dus ik vind het wel knap. Ik ben niet zo atletisch. Zeg maar bij gym vind ik in het touw klimmen op zich al een uitdaging. Het is een dingetje. Wee, yay, kijk maar gaan.
Gingen we hier naar je boven toe, naar de punten? Of ja, daar is hij wel, in principe. Dus zullen we dat maar gewoon doen dan? Ja, is goed. Oké, hartstikke gezellig. Ik ben benieuwd waar we heen gaan momenteel. En wat ook deze hele cutscene te betekenen heeft voor de game. Je hoeft er niet bang voor te zijn dat het grootste deel van de game dit wordt. Het grootste deel van de game wordt gelukkig gewoon zoals je in de eerste scène zag. Lekker speedboat actie. Speedboat vol met speed. Het wordt voornamelijk gewoon heel veel coole actie, honey. Even kijken, wat gaan we allemaal doen? Ik denk dat we langzaam ergens heen gaan. We leren momenteel gewoon nog steeds een beetje de basis van het klimmen. Lekker over de dagen klauteren. Het ziet er wel echt prachtig uit trouwens. Je merkt wel echt, ja, dit zou voor de PlayStation 4 gemaakt kunnen zijn, zeg maar. Niet over nadenken. Gewoon doen. Niet een man dat moet, maar een man dat kan. Little kleine Ronnie Flex, alles wat. Dat is ook echt de typische niet nadenken, gewoon doen. Ja, dat is hoe mensen doodgaan. Dat bewijst mijn punt ook alleen maar. Ik vond het bij voetbal dat heel irritant. Ik zat op voetbal als kindje. En dan was het van, oh Rick, waarom schoot je de bal niet weg? Ja, maar ik dacht dat dit en dit en dat. Ik was gewoon heel tactisch. Zo van, ja, maar ik dacht dat hij niet genoeg vrij stond om dat en dan. En dan zei mijn trainer altijd van, je moet niet denken, maar doen. En dan denk ik, ja, dat is hoe mensen doodgaan. Rick, wil je wat heroïne? Ja, ik mag niet denken, dus dan doe ik het maar gewoon. Echt, je moet niet denken, maar doen is gewoon heel slecht advies. Ook in voetbal. Wat? Ik heb geen idee wat er stond, ik heb dit maar gewoon ervan gemaakt. Ik vind het wel gezellig. Het is een hele goede oefening voor het brein om een beetje over daken heen te klimmen. Vond het toch leuker toen ik nog die rokende non zag. We gaan samen even een jointje roken zo meteen. Komt helemaal prima. Oh, kut! Oh, nee! Help! 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 No! Dood! Ik was even aan het kutten, of niet dan? Maakt niet uit. Het maakt niet uit. Het maakt geen ene flikker uit. En het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Het maakt wel uit eigenlijk. Het maakt wel uit. Het maakt een hele flikker uit. Oké dan. Wat zijn we aan doen hier? Party, 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 party. Feestje, 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 feestje. Oké dan. Zouden er ook al schatten verstopt liggen hier? Heel van die collectibles, van die blinkertjes. Die zitten er vast wel weer in. Dat is toch een Uncharted classic. Misschien hier. In Uncharted heb je altijd iets dat heet verstopte schatten. Dat zijn dan items. Het is gewoon een blopje. Een soort, ja, een wit balletje dat blinkt. En dat zijn dan collectibles en er zitten er 100 van in de game of zo. En als je allemaal verzamelt, krijg je een trofee. Super veel cool. Ja. Wat gaan we doen? Lekker slingeren. Ik ben Tarzan, koning van jungle. Ik neuk Jane. Vetste bitch ooit. Yeah. Oké, het gaat best goed. Deze sprong haal ik wel, toch? Yes! Net aan. Echt heel erg net aan, maar... Goed genoeg, goed genoeg. Komt die gast er ook nog aan? Jemig, wat ben jij langzaam. Als jij een eend was, dan had ik je gevangen. Zonder handen. Gelukkig ben je ook geen eend. Dat scheelt alweer. Is het nou een of andere kerk? Ik vind glas en lood vind ik altijd super mooi. Nog beter is glas in dood. Dat is wanneer iemand dood is en je allemaal bierflesjes kapot trapt op de overgebleven lichaamsresten. Maar het is een dingetje. Hoe kom ik daarop dan? Ik doe mijn dingetje omhoog en druk op springen, maar het werkt niet helemaal. Hier is ook wat te doen. Ja. Oh, was dat de bedoeling of zo? Blijkbaar. Of ik heb de meest supergeheime route ooit gevonden. Of dat was gewoon de bedoeling. Oké dan. Dat is nog eens een uitzicht, hè? Dat is wel een cool uitzicht, ja. Ik hou er wel van als een game gewoon lekker over de daken laat klimmen en lekker laat genieten van de omgeving. Ik hou toch nog meer van... Nee! Weer dood! Balen! Jammer dan! Boterham! Ik ga iedere keer op zo'n lullige manier dood. Ik val iedere keer op de gladde rand van een dak. Waarom maken we de daken niet gewoon plat? Gaan er minder kinderen dood. 2016. Als ik president word... Oh, dan moet ik in één keer denken aan onze toekomstige minister-president. Zijn mijn vriend van mij die studeert politicologie. Aardige gozer. En hij studeert politicologie. Dat is zeg maar, ja... Ik kan niet precies uitleggen wat politicologie is. Het is redelijk gewoon een studie rondom politiek. En als je dat gedaan hebt, kun je de politiek in. En bij hem op de studie zit een gast. En die is manhoer. Zijn we gewoon een gast van 20 of zo. En die heeft zeg maar seks met mannen van... Zeg maar 40 voor geld. En daar betaalt hij gewoon zijn studie mee en zo. En die wil dus minister-president worden. Yeah! Ik hoop echt dat hij het wordt. Mijn stem heeft hij. Ik vind het zo Nederland. Wij accepteren mensen gewoon. Oh, ben je homo? Cool, ik doe al mee, weet je wel. Oh, ben je dit? Ah, daar was ik ook toevallig net al mee bezig. Wij zijn heel acceptabel over het algemeen dan, hè. Er zijn ook zat plekken in Nederland waar je gewoon nog half gestenig wordt als je homo bent. Het is niet de beste plek om te zijn, maar... Over het algemeen zijn we redelijk acceptabel. Daarom vind ik het best cool als onze minister-president een voormalig manhoer is. Echt? Ja,
Ik vind dat wel een stijl hebben. Hij moet wel nog verder goed zijn in politiek. Niet gewoon, oh, hij is een manhoer. Nee, dan doen we hem wel. Nee, dat is niet hoe ik mijn land wil regeren, maar... Okay. Ja, je snapt me wel. Rots! Wow! Dit is echt hoe mensen doodgaan. Ik blijf het zeggen, hoor. Dit is hoe mensen doodgaan. Maar ja, Nathan Drake snapt er blijkbaar niks van. Hier is een trappetje. Zo, daar is we lekker naar beneden klimmen dan. Nu naar beneden. Nee. Hij doet het ook nog. Zieke truc. Oké, dan. Hup, hup. Barba truc. Dat is een Barbapapa referentie. Als je hem niet begrijpt... Ik begreep hem ook bijna niet. Ik heb bijna nooit Barbapapa gekeken. Hananana, Barbapapa. Allemaal gepraat over motoren, joh. Je kan letterlijk zeggen, ja, dit is een brommer. Dit is een fiets met een metalen blok eronder. Zeg ik ook, ja, dat zal wel. Ik weet echt niks van motoren. Als je zei, ja, dit is een kapotte auto. Hij mist twee wielen. Ja, dat zou best wel kunnen, ja. Het is wel redelijk. Dit soort dingen doe je altijd alleen maar als je iets goed te maken hebt. Oeh. Jij bent slimmer dan goed voor je is. Oh nee, hij gaat iets doen. Hij gaat ons in ons nek steken. Okay. En dan, als we dood zijn, krijgen we een motor van hem. Ik heb een klusje. Betaald goed. Heel goed. Oh nee. Ik moet ook weer met de speedboat naar Colombia toe. Ik heb hier geen zin in. En wat is effen? Hij gaat een jaar bij ons weg. Echt maximaal. Sammy boy, dus nee. Ik kan weer terug voordat je het weet, oké? Je laat me in de steek? Ah, kom op, doe niet zo dramatisch. Alsof het nog niet erg genoeg was dat je me daar achter liet. Is hij nou onze broer of is hij gewoon een vriend? Kun je dit aandoen, Sam? Hé, ik doe dit voor jou, ja? Ik verdien genoeg voor ons allebei. En dan over een paar jaar, als je daar... Wat, een paar jaar? Ik wil met je mee. Ja, ik kan amper voor mezelf zorgen, man. Ik wil mee. Ik weet dat je het daar vreselijk vindt. Ik heb geen idee. Alsjeblieft, ga mee, Nate, ga mee. Een andere oplossing. Ga gewoon mee. Okay. Doe het. Just do it. Don't let your niet meegaan, be niet meegaan. Alsof het natuurlijk is geweest. Maar het kwam altijd goed. Het kwam altijd goed. Natuurlijk. Toch? Maar natuurlijk. Nou. Die motor was niet de enige verrassing. Er is nog een verrassing. Een speedboat. Wat dan? De grap van deze serie wordt gewoon een speedboat. Een boot vol speed. Alles wat pa heeft verkocht, ik heb de koper opgespoord. Nou, we hebben monies. Als je dit alleen maar zegt om me op te vrolijken. Nee, echt niet. Waar dan? Andere kant van de stad. Hey, wat denk je? Zullen we het ophalen? Maar natuurlijk! Gratis spullen! Stelen. Het is geen stelen, het is gewoon van ons. De politie denkt daar vast heel anders over. Ja, dan moeten we ons niet laten pakken. Oh, cool. We gaan achter op de motor. Dat is wel badass. Badass, badass. Ben je er klaar voor? Oh ja. Oh ja. Oh shit. Oh, dit vind ik een mooi moment om de aflevering te beëindigen, dames en heren. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Uncharted 4, A Thief's End. De volgende aflevering slaan we een kale man in elkaar. Is dit kale mannenmishandeling? Ja. Stop zinloos geweld. Lieve heersbeestje op je schoolplein, bitch. Dankjewel voor het kijken. Tot op een aflevering. Hopelijk heb je genoten. Doe dan een duimpje omhoog. En zo niet, Zwarte Piet. Dankjewel voor het kijken. Doei.